De nieuwe koepel van Helly werd dinsdag voor het eerst voor het oog zichtbaar. Dit nadat vrijwilligers van de Sterrenwacht een tijdelijke overkapping verwijderden. Het is een mooie aanvulling op de telescopen die we hebben. Die telescopen zijn voor 's nachts. Maar deze is voor overdag. We krijgen ook heel veel mensen overdag op bezoek. Veel scholen en andere groepen. En daar hadden we eigenlijk niet zoveel voor te bieden aan de sterrenhemel. Nu wel. Deze telescopen kunnen we de zon op een prachtige manier laten zien. En beneden projecteren in de zaal. Zodat we live beeld beneden in de zaal kunnen bekijken ook. De koepel bestaat uit beweegbare stalen bogen en is bespannen met een speciaal doek dat open en dicht kan. De zonnetelescoop die moet vrij in de atmosfeer staan, dat de wind er doorheen kan. En daarvoor is deze koepel zodanig ontworpen dat die helemaal open kan. Zodat de wind ook inderdaad, zeg maar door de koepel, want er zijn ook al wel raampjes in de koepel gemaakt. Dat de wind er doorheen kan en ook door de kijker zelf. En dat is belangrijk om een goed scherp beeld te kunnen zien. De koepel is ontworpen en gebouwd door vrijwilligers. Een koepel bouwen, dat is op zich best wel ingewikkeld. Maar een zonnekoepel is eigenlijk nog nooit vertoond. Althans niet op deze manier. En dus begin je eigenlijk vanaf nul. Maar je gaat niet het wiel uitvinden. En daarom hebben wij gespiekt bij hoe de professionals het doen. En op La Palma, daar staat een hele mooie telescoop. Die lijkt, of een koepel, hè, een telescoop met de koepel. En die lijkt heel erg op deze. Of liever gezegd, deze lijkt heel erg veel op die koepel op La Palma. Dus we hebben, toen we aan het construeren waren, echt eerst gespiekt van hoe doen de professionals. En dat probeer je zo goed mogelijk na te maken. De zonnetelescoop maakt onderdeel uit van het project ZON. Hiervoor heeft de Sterrenwacht een Europese en provinciale subsidie van bijna 100.000 euro gekregen. Naast de koepel en de zonnetelescoop omvat het project een tentoonstelling over de zon en de aanleg van een planetenpad. Dat planetenpad dat is ons zonnestelsel op schaal. En op een schaal van 10 kilometer vanaf de Sterrenwacht naar Natuurcentrum de Maasvorst is langs VVV-fietspaden zijn daar zeiltjes neergezet die de planeten voorstellen. Alles op schaal. Dus afstanden tot die zeiltjes onderling en tot de zon die bij de Sterrenwacht staat. Dat is allemaal op schaal. 1 op 600 miljoen meter. En elke zuil bevat een bolletje dat de planeet ook op schaal weergeeft. En dat is bijzonder. Dat is een heel lang planetenpad met alles op schaal. De zonnetelescoop moet eind maart operationeel zijn.